Mijn hobby is het bouwen van modelboten. Tijdens toen ik de mazelen had, had ik hier duidelijk geen fut voor. Ja, ik begon gewoon dat ik ziek werd. Hoge koorts, 39 graden direct eigenlijk. En toen kreeg ik ook andere symptomen, zoals rode vlekken over mijn hele lichaam. Pijn aan mijn mond, ook overgevoelig voor licht. Op een gegeven moment zijn we naar de huisartsenpost gegaan en daar zei de huisarts van ja, omdat je een inenting gemist hebt, denk ik toch echt dat het de mazelen zijn. Ja, eigenlijk is er geen behandeling. Het is vooral wegblijven van mensen. En op het moment dat er, je krijgt dan wel antibiotica vast. Om te zorgen als er andere bacteriën bijkomen, dat je heel erg verzwakt bent, dat die in elk geval de kop ingedrukt worden. En voor de rest is het niks doen en rust houden. Mazelen is vooral een kinderziekte. Het komt door een heel besmettelijk virus. Mazelen is zo besmettelijk dat afstand houden en handen wassen niet helpt. Het mazelenvirus zit in de neus, mond en keel. Bij hoesten of praten wordt het via speekseldruppeltjes in de lucht overgedragen. Het virus kan ook via de handen, via bestek en bekers of via het speelgoed van de een naar de ander gaan. Na besmetting duurt het ongeveer 10 dagen voordat een kind ziek wordt. Mazelen begint met verkoudheid, hoesten, rode ogen en vaak hoge koorts. Aan de binnenkant van de wangen komen witte vlekjes. Na een paar dagen verschijnen rode vlekken op het gezicht, daarna over het hele lichaam. De vlekken worden langzaam bruin en kunnen samenvloeien. De huid kan ook jeuken. De koorts kan verdwijnen en weer heftig terugkomen. De meeste kinderen genezen na 7 tot 10 dagen. Maar vooral bij kinderen onder de 5 kan mazelen ernstig verlopen. Ze krijgen bijvoorbeeld een oorontsteking met soms blijvende doofheid of een ernstige longontsteking. Ook kan een ontsteking aan de hersenen of hersenvliezen voorkomen, vaak met blijvende hersenschade. Sommige kinderen overlijden door de longontsteking of de hersenontsteking. Ook volwassenen die niet zijn ingeënt kunnen ernstig ziek worden. Gelukkig zijn de meeste kinderen in Nederland ingeënt. Ze krijgen de BMR-prikken. Die prikken beschermen naast mazelen ook tegen bof en rode hond. Kinderen krijgen 2 keer de BMR-prik. De eerste met 14 maanden, de tweede als ze 9 jaar zijn. Baby's jonger dan 14 maanden zijn dus nog niet beschermd tegen mazelen. Daarom is het extra belangrijk dat alle mensen rondom de baby's zijn ingeënt, zodat ze geen mazelen kunnen overdragen aan de baby's. Volwassenen die de prikken tegen mazelen nog niet hebben gehad, kunnen die nog nemen. Heeft uw kind de mazelenprikken niet gehad en denkt u dat uw kind mazelen heeft of net besmet is, bel dan direct uw huisarts. Ja, nu gaat het weer heel goed met me. Ik heb eigenlijk nergens last van en alles is weer bijgetrokken na de mazelen. Het heeft zo'n 7 weken gekost voor ik eigenlijk weer helemaal de oude was. Maar voor de rest hartstikke goed en ik kan weer lekker mijn hobby's doen.